Ja, hier zijn we bij Wagenberg, de doorkomst van de onbeperkte Vuelta. Dat is een site-event van de echte La Vuelta Hollanda. Ze willen graag dat er dingen worden georganiseerd en in Drimmelen doen we daar natuurlijk ook aan mee. De onbeperkte Vuelta is een toertocht in 5 etappes over het parcours van de originele 3e etappe van de Vuelta, die zondag 21 augustus door West-Brabant komt. En de Stichting Leef hebben dat met vrijwilligers georganiseerd en dat is hartstikke goed met een bezemwagen. Er zijn een stuk of 50 deelnemers met buddies ook nog daarbij. Die maken dan een hele tocht door West-Brabant. En het is hartstikke, ik ben echt blij dat ze hier ook in Wagenberg doorkomen en netjes ontvangen worden. Ja, ik vind het gewoon super positief en veel vrijwilligers ook, goed georganiseerd. En ik denk dat het ook echt iets positiefs is dat iedereen mee kan doen in deze samenleving. En niet alleen maar wielrenners of mensen die gewoon kunnen lopen. Ook mensen met een handicap of die wat minder valide zijn. Die worden op deze manier ook betrokken bij evenementen in onze gemeente Drimmelen. De Stichting Leef is ontstaan vanuit mijn eigen ervaring, mijn eigen idee. Ik was in 2012 rolstoelafhankelijk en toen zat ik langs de zijkant, langs de kant van de Elfstedentocht in de rolstoel mijn man aan te moedigen. En toen dacht ik, ja, maar eigenlijk wil ik zelf meedoen. En vanuit dat gevoel van ik wil zelf meedoen en met mij zitten heel veel mensen aan de zijlijn, ben ik zelf de Elfstedentocht gaan organiseren. En in 2020 hebben we voor het eerst de Elfstedentocht helemaal onbeperkt georganiseerd. Alles gefaciliteerd. 2021 nog een keertje. Een ontzettend succesvol evenement in Friesland. En toen heeft meneer Harry Bakker, de wethouder in Drimmelen, heeft dat gezien. En Harry Bakker die zit ook in de organisatie van La Vuelta Hollanda. En die heeft vanuit de mensen hier getipt om contact met ons op te nemen. En, nou ja, en zo zijn wij dus naar Brabant toegekomen om het rondje Breda onbeperkt te maken. Gaat lekker. Een hoop dorpjes, dus een hoop kasseien. Dus ik weet nou wat die wielrenners voelen, want dat gaat echt in je armen zitten. Maar verder rest, we hebben nog steeds mooi weer, dus ik ben blij toe. Ik loop netjes op tijd. Dus. Gisteren de eerste dag. Hoe is die verlopen? Ja, eigenlijk hetzelfde als vandaag. Ik rijd lekker snel en ik heb goede mensen bij me. Dus het loopt gewoon lekker. Het is alleen ja, de warmte gisteren was dit lekkerder als gisteren. Want nu is het een beetje lekker een beetje windje erbij. Het is jammer dat je tegenwind hebt alleen. Maar dat hoort erbij, hè. Nummer 1. Ik heb dus meegedaan aan de onbeperkte Elfstedentocht. En tijdens de onbeperkte Elfstedentocht deed er nog iemand mee. Matt Aerts. En Matt die had nummer 1. En die wilde het tweede jaar met de onbeperkte Elfstedentocht nummer 2. En dit jaar, straks in september, hebben we nummer 3. En ik was nu met de onbeperkte Vuelta de eerste die inschreef. Dus ik mocht kiezen of ik nummer 1 wou, ja of nee. Dus Matt die baalde dat hij nummer 1 niet kon hebben. Ja, ik moest hem natuurlijk hebben dit keer. Dus vandaar nummer 1. Oké. Dus daar zat een verhaaltje achter, ja. Wat maakt nou dat je meedoet hier aan de onbeperkte Vuelta? Ja, dat is een leuke. De onbeperkte Elfstedentocht is mijn allereerste geweest. Die heb ik letterlijk alleen met een rolstoel rollend gedaan. En ik ben toen eigenlijk besmet met het virus. En zodoende ben ik dus ook het tweede jaar mee gaan doen. En toen kwam de Vuelta. En toen had ik zoiets van, ja, maar dit is ook gewoon bijna een vakantiegevoel voor mij.
om en te gaan sporten en de Vuelta mee te maken. Ja. Ben, hoe gaat hij tot nu toe? Hij gaat op zich hartstikke goed. Ik bedoel, gisteren was het inderdaad aardig warm. Dat heb ik gemerkt omdat ik minder kracht over had. En ja, vandaag gaat het op zich een stuk beter. Alleen is het af en toe een beetje afremmen, want het is fantastisch om door een dorp te fietsen. Maar als dat klinkerpaadjes zijn, dan moet ik het helaas een beetje af laten weten. Want ik heb geen vering meer op de rolstoel zitten. Maar verder, het is een mooie omgeving. Vandaag is de temperatuur fantastisch. En de rest van de week blijft het ook mooi weer. Dus we gaan gewoon nog 3 dagen door. En dan 50 kilometer per dag is een mooie afstand. Kijk, komen we nog eens een bekende tegen hier zo. Ja. Maarten, de onbeperkte Vuelta, dit jaar voor het eerst. Je bent geen deelnemer. Je hebt zelf best wel een druk programma als het gaat om het sporten. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat hartstikke goed. Ik ben nu sinds afgelopen zondag ben ik teruggekomen uit Oostenrijk. En zeer tevreden. Dat wil zeggen, het was zwaar. Maar uiteindelijk heb ik toch samen met mijn buddy Michel, heb ik toch de tijd weer verbeterd. En deze tijd is nou dit jaar 2 uur 54 en 46 seconden. Dus daar ben ik zeer tevreden over. En dan eind september dan ga ik de marathon van Berlijn weer doen. Dus een goede vooruitzicht. Goedemiddag. Pas succes. Dankjewel. Mariette, hoe gaat ie? Nou, ik kom nu weer een beetje bij. Ja? Mijn handen beginnen een beetje rustig te worden. Is het een zware tocht? Nou, vandaag was het een vervelende tocht. De weg was niet zo fijn. Allemaal van die hobbels. Ik heb liever op asfalt. En dat was vandaag niet. Gisteren, de eerste etappe, hoe ging die? Super. Gisteren vond ik het eigenlijk de allermooiste dag. Ja? Ja. Het was echt, ja, dwars door de natuurgebieden heen. En nu was het lang door Dongen, lang door, Oostend. Vind ik een beetje saai ook. Ja. En moeilijk fietsen. Ja. Maar ik was niet de enige die dat... Kijk, je hebt een driewiel fietsen. Dus dan hobbel je van de ene kant naar de andere kant. Ja. Maar ja, we zijn er. Je bent allemaal positief bezig, ook al heb je een beperking, je haalt er wel de motivatie en de kracht uit. En daar gaat het om. Thank you.
lekker hè? Lekker. Het? Ja, fijn, want het was veel wind de laatste ronde, maar ja, leuk ik het gehaald heb. Deze gemeentes, zoals de gemeente Drimmelen, de kers van Oorlogsrup Drimmelen natuurlijk ook. Bedankt voor de aanwezigheid. Graag tot morgen voor uw helpthuis en eet smakelijk voor zometeen.